Nu, het Vlaams parlement is ook in het debatje geweest rond de resolutie die wij niet hebben goedgekeurd. En want die resolutie die hield in dat het Vlaams parlement vraagt aan de Vlaamse regering om het voortouw te blijven nemen en de leidende positie rond wetenschappelijk onderzoek rond GGO's te behouden. En dat was ongenuanceerd, daar werd GGO's niet gespecificeerd. Dus we hebben daar tegen gestemd. Maar in die stemming hebben wij ook al gezegd dat we vragende partij zijn om een organisatie van een maatschappelijk debat. Als wij een straat-generaal kunnen houden rond zeg maar, industriële ontwikkeling, dan is onze vraag geweest van doe ook maar eens een dergelijk debat, een maatschappelijk debat met veel actoren rond één GGO en rond het landbouwmodel in zijn geheel. Maar welke landbouw willen we evolueren en hoe zien we de voedselvoorziening in de toekomst? En het is eigenlijk dat debat dat we vandaag willen voeren. En om de wit-zwart tegenstelling die er is voor of tegen GGO een beetje te doorbreken, willen we de nuancering zoeken in het debat van hoe gaan we het maatschappelijk debat organiseren? Wat gaan we communiceren? Wie is betrokken partij in dat debat? Hoe wordt dat debat gestructureerd? Hoe gaan we om met gevolgen en beslissingen die daaruit zullen kunnen voorkomen? En dat debat, dat gesprek voeren we met Barbara van Dijk van het FLM en Steven de Sangre van het FLM en ook Dries Lesage, politoloog van de Universiteit van Gent. Mensen van het Vlaams Instituut Biotechnologie hebben me gisteren nog gezegd van hier ook aanwezig te zijn. Blijkbaar is toch een aan de fout gegaan en zijn ze niet hier. Als ze aankomen kunnen ze alsnog aansluiten. Maar ik stel voor dat we beginnen met mensen van het FLM, Barbara, om nog eens te situeren waarvoor de actie eigenlijk was opgezet en het verder verloop en het geval dat we aan de lijst kunnen geven op vlak van debat en communicatie. Goedemorgen, ik ben dus Barbara, ik ben onderzoeker en activiste. Zoals veel onder jullie weten waarschijnlijk, werd ik op 1 juni ontslagen nadat ik de actie in Metre publiek verdedigde. De KU Leuven vindt blijkbaar dat het onaanvaardbaar is dat iemand zichzelf en tegelijkertijd wetenschapper noemt en toch zulke gewelddadige actie kan bedienen. De KU Leuven vraagt me om formeel afstand te nemen van het gebruikte geweld te wetten om terug in dienst te mogen bij de KU Leuven. Wel, ik zou graag ingaan op waarom ik mezelf wetenschapper wil blijven noemen en toch de bevrijding van het veld in Metre verdedig. Ondertussen zijn we 3 maanden later, er is heel wat tijd geweest voor reflectie en ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat de politieke actie in zijn geheel, de actie Metre als politieke actie in zijn geheel deel uitmaakt van het GGO-debat. We willen het hier vandaag hebben over het publieke debat rond GGO's en op welke manier dat gevoerd kan worden. Misschien is het dan ook belangrijk om toch nog kort in te gaan op welke manier dat ik denk dat het vandaag gevoerd wordt. En ik vertrek daar graag bij van het idee dat, dat het GGO's op zich, het verbouwen van GGO's op zichzelf een groot sociaal en ecologisch experiment is, dus waar we allemaal deel van uitmaken. We weten ondertussen dat coexistentie een mythe is. Wanneer je een levend organisme inbrengt, dan zal dat zich verspreiden, dat zal opduiken op plaatsen waar we het niet verwachten. Dat zal effecten teweeg brengen die we niet hebben ingeschat. Dus ik denk ten eerste, GGO's die schaden het recht op publiek, op goed, zaden als publiek goed. Ten tweede, we weten ook bij de heel weinige experimenten die er al gebeurd zijn, naar de gevolgen op gezondheid en milieu, dat de reden is tot ongerustheid. We moeten ongerust zijn. Ten derde denk ik, GGO's, wat het de laatste maanden ook veel aan bod is gekomen, is GGO's als een instrument om biopiraterij toe te laten. Het is een middel om leven te privatiseren, een middel om zaden te privatiseren, ons voedsel. Dus een manier om ons allemaal afhankelijk te maken van multinationale corporaties om te ontwikkelen. Dus ik denk dat dat een element is dat we moeten blijven benadrukken. GGO's is voor mij een vorm van kolonisatie, of iets, een instrument van kolonisatie. GGO's bestaan enkel en alleen omdat ze deel uitmaken van een agro-industrieel model. En tenslotte denk ik dat GGO's een uitzichtloos project is. GGO's, tot op de dag van vandaag, gaat over een belofte.
geef ons nog wat meer geld, geef ons nog wat meer tijd. Is wel al 25 jaar nodig. En er gaat iets fantastisch uitkomen. Tot wat we vandaag gezien hebben, is er geen enkel voordeel voor het grotere publiek. En ik denk dat het dan eerder tijd is om het voordeel van de twijfel aan de kant te zetten. En te gaan voor het voordeel dat voor het voorzorgsprincipe. Het is tijd, denk ik, om te stoppen, de machine te vertragen. En na te denken over alternatieven. En alternatieven niet in de zin van we moeten iets anders uitvinden. Ik denk dat die alternatieven die bestaan. Maar we kijken niet genoeg naar die alternatieven die er zouden bestaan. Laten we daarover nadenken. Laten we nadenken over wat dat die mogelijk maken of wat dat die onmogelijk maken. En laten we nadenken over transparantie bij het maken van maatschappelijke keuzes zoals GGO's duidelijk zijn. En een manier vinden om iedereen die denkt dat het zich aanbelangt ook een kans te geven om mee te spreken in debat. Laten we samen nadenken of dat we GGO's in onze velden en op onze borden willen. Een debat dat nog niet gevoerd is, denk ik, en waar dingen tijd voor is. Ik zou heel graag vanuit de rol van de wetenschap, de rol van de universiteit daarover, de rol in het debat en het debat mogelijk of onmogelijk maken, kort nadenken. Steven zal daarna reflecteren over GGO's en hoe, op de manier waarop dat die alternatieven meer bepaald met betrekking tot voedselsoevereiniteit mogelijk of onmogelijk maken. Dus ik ben begonnen met te zeggen, het verbouwen van GGO's zie ik als een groot sociaal en ecologisch experiment. En dus dan zou ik nog eens willen benadrukken dat de actie in wetteren, dat eigenlijk het uitdrukken van een mening is. Dus is dat onderdeel, is dat deel uitmaakt van dat debat. Zelfs als het een mening uitdrukt die haaks staat op de pensée nu. Dus de actie op zich maakt deel uit van een stroef maatschappelijk debat. En waarbij ik dan ook altijd eraan hou om wel te benadrukken dat ik denk dat ik daar niet alleen in sta, er zeker van overtuigd ben dat ook acties en actiemethoden dat die grenzen hebben en dat iets is waar het over telkens opnieuw moet over nagedacht worden. En waarbij de geweldloosheid als principe een basisprincipe voor mij is, maar dat we anderzijds dat we moeten nadenken over ook wat is geweld en geweldloosheid en wat alledaags lijkt, is vaak heel erg gewelddadig. En wat dat dan echte geweld is, verdwijnt in het niets bij iets zoals, zoals een actie. Wat wil ik bedoelen, is dat we moeten ook nadenken over wie verdeelt er wat in die actie. En kijken naar de manier waarop dat de directe belangen bijvoorbeeld die verbonden zijn aan de GGO's, verregaande privatisering van onze genen voor aan toelaat en daardoor eigenlijk een open en eerlijk debat rond GGO's onmogelijk maken. En hoe link ik dat nu aan de rol van de universiteit daarin? Dan denk ik dat de universiteit, dat er vanuit de universiteit zelf een dominant model wordt gedrongen om te kijken naar GGO's, maar leven in het algemeen. Dat is een positivistisch, reductionistisch discours, waar het ons laat geloven dat de enige manier is om te kijken naar leven. Dus een bepaalde manier van kijken wordt als meer waarde gesteld ten opzichte van andere vormen van kennis, andere waarden. Heel concreet, het ontwikkelen van GGO's baseert zich op het reduceren van leven tot genen. Dus het is eigenlijk een lege manier van kijken naar levende organismen die als een algemene waarheid wordt aangegeven. En door met de leven in Lego-eenheden te verdelen, denk ik dat we de complexiteit van leven uit het oog verliezen. Als we kijken bijvoorbeeld, er worden kaarten gemaakt van genen en dat geeft ons de impressie dat we begrijpen waar het over gaat, maar het is een enorme reductie van de complexiteit. We kunnen perfect een kaart maken van Nieuwpoort, maar die kaart die gaat ons niks zeggen over alle complexe sociale relaties en ook fysische relaties die territoire in Nieuwpoort bestaan.
En toch blijven we erin geloven dat die vorm van kennis, dat die boven alle andere vormen van kennis mag gesteld worden. Bijvoorbeeld boven de vormen van kennis over het leven die door traditionele boeren eigen is, die zij hebben. Het is een vorm van kennis en de dominantie daarvan die wij in stand houden. Er is een wetenschappelijke gemeenschap met mensen die afhankelijk zijn van hun broodwinning ook voor dit type van kennis te ontwikkelen. En het is een type van kennis die uitermate goed past in onze universiteiten van vandaag, die volledig op outputgerichte kennisontwikkeling gebaseerd zijn. En ik denk dat het belangrijk is om daarvan te vertrekken, als we bijvoorbeeld denken aan de Save Our Science visie, die in Wetteren geuit werd, die lijkt mij gebaseerd te zijn op het in stand houden van een mythe van belangeloos onderzoek. Een apolitieke visie op onderzoek. En nochtans zitten al die onderzoekers ook in het hart van de maatschappij. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om na te denken van we zitten vandaag in een veranderende context. Universiteiten zijn niet afhankelijk van private ondernemingen. Het gaat er niet over van is dat goed of is dat slecht, maar het gaat erover van wat zijn de gevolgen daarvan. En dat we dan vertrekken van, in plaats van vrij onderzoek, dat we vertrekken van geïnteresseerd onderzoek. Een term die Isabel Stenger centraal stelt. En dat we vertrekken van het idee in wiens belang zijn we onderzoeker of kennis aan het produceren. En dat betekent dus dat eigenlijk dat we de onderzoek zelf steeds ook aan kritisch onderzoek moeten ontwikkelen. Dus waar vandaag schijnbaar niet getolereerd is. En dat we, denk ik, vanuit, en dat is dan het grotere debat en de politiekers ook zien, weer moeten nadenken over waar willen we onze onderzoekers onderzoeksmiddelen op inzetten. En op welke manier beslissen we over op welk onderzoek dat we inzetten. En wat zijn de criteria die we hanteren als we onderzoeksvoorstellen moeten evalueren. Als ik daarover nadenk zelf als onderzoeker, dan wordt er vaak gezegd, hè, onderzoeker, de beste onderzoeker, die krijgt wel het geld om te doen. Maar ik denk dat in de praktijk niet klopt. De beste onderzoeker die de vraag stelt, die het interessantste is voor een aantal belangen, die krijgt het geld. Dus het is ook een mythe die blijft bestaan. Ook als we geld inzetten op onderzoek, dat we nadenken over wat is vooruitgang? Er wordt vanuitgegaan van alles wat uit de labo komt, is vooruitgang. Welke vooruitgang? En ik denk dan zelf, als we moeten nadenken over onze toekomst, dat wil op welke manier dat de wetenschap daarin een rol speelt, dat we misschien wat beter naar ecofeministen zouden mogen luisteren, zoals van Anna Shiva, de bekendste waarschijnlijk, en afstappen van het idee dat natuur en mensen ook, dat grondstoffen zijn die we moeten transformeren en dat we meer moeten aandacht hebben voor andere kennis die niet vertrekken van de natuur als iets waar we kunnen domineren. En waarom haal ik dat ook aan? Omdat ik het gevoel heb dat we allemaal, ik ben zelf bio-ingenieur van opleiding, dat we aangeleerd worden om te kijken naar natuur als ingenieurs. We halen leven uit elkaar in deeltjes, in genen in dit geval, en die kunnen we dan zelf naar believen opbouwen. Ik zou jullie graag een voorbeeldje willen laten zien om te laten zien op welke manier dat gebeurt. En Steven zal daarop in. Cisgenese is een nieuwe techniek voor plantveredeling waarbij er geen genetische modificatie plaatsvindt. Cisgenese is goedkoop en kan dus door het midden- en kleinbedrijf worden gebruikt. Cisgenese is gunstig voor het milieu, want je hebt veel minder bestrijdingsmogelijkheden nodig. En cisgenese is heel gunstig voor de omgeving, het is makkelijk toepasbaar. En op die manier een echte nieuwe innovatie die toegepast kan worden. Op dit moment is cisgenese nog niet toegestaan, omdat het een hele nieuwe techniek is. En ik wil ervoor pleiten namens de ICA-fractie dat cisgenese wordt toegestaan, zodat veel meer, ook vooral kleine bedrijven, deze nieuwe techniek kunnen gaan gebruiken. En dat is goed voor die kleine bedrijven, maar ook goed voor de leefomgeving. We hebben een nieuwe techniek ontworpen waarmee we zieke planten weer gezond kunnen maken, sterk kunnen maken, zodat je geen bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Dus dan kun je gezonde appels eten zonder bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we nu een nieuwe techniek voor bedacht.